Deze week in de nieuwsverdieping. Het anders zo drukke centrum van Tilburg ziet er verlaten uit. Kinderen zitten thuis van school, mensen werken thuis en een groot gedeelte van de horeca is dicht. Het coronavirus heeft Tilburg flink in zijn greep. Vanaf zondagavond 15 maart zijn alle horecazaken dicht om besmetting te voorkomen. Dat duurt in ieder geval tot 6 april. Bezorg- en afhaalrestaurants mogen wel open blijven onder strikte voorwaarden. De ondernemers pakken het elk op hun eigen manier aan. Wij hebben dus zaterdagavond al besloten om eigenlijk binnen helemaal dicht te gaan. En alleen nog maar via afhaal, een drive-thru en via bezorging te gaan bezorgen. Een speciaal filmpje voor gemaakt, die zorg hier binnen alles ingericht, zodat wij dus niemand meer binnen gingen ontvangen. En dat is eigenlijk wel een geluk geweest, want zondag kreeg ineens de melding dat wij inderdaad binnen dicht moesten zijn. Dus dat was eigenlijk een beetje geluk bij een ongeluk. Afgelopen zondag waren we even bang dat wij ook dicht zouden moeten, door alle maatregelen die in Nederland gedaan zijn. Toen bleek uiteindelijk toch dat afhalen en thuisbezorgd wel mogelijk was. Nou ja, wij doen veel thuisbezorgd hier in Tilburg. En we hebben onze winkel dan ook ingericht op een afhaalfiliaal. Dus we kunnen het niet meer gelijk opeten. Mensen kunnen dus via de website bestellen. Dat doen we expres. We willen het liefst dat mensen contant... we nemen geen contant geld meer aan. En pin is ook lastig, want dan moet je echt bij ons in de zaak komen. Dus vandaar dat mensen dan kunnen bestellen via de website. Betalen via de website. En dan geven ze een tijd aan wanneer ze het klaar willen hebben. En dan kunnen ze daar buiten op de bel drukken en dan zetten we dat buiten op een tafeltje voor ze neer. Zodat er zo wat meer mogelijk contact is en dat mensen nog steeds wel lekker frietje kunnen eten. Het terras is dicht, we hebben de helft van de winkel afgezet. En we laten één klant tegelijk toe in de winkel. Dus de klant kan een bestelling doen en dan proberen wij het pinnen te stimuleren. Dan kunnen ze buiten even wachten totdat hun bestelling klaar is. En zo doen wij het meenemen voor de gasten, alleen takeaway. De coronacrisis brengt het beste in mensen naar boven. Veel mensen, waaronder ook een hoop studenten, bieden zich aan om anderen te helpen. In restaurant Kloppa worden maaltijden gemaakt voor mensen die momenteel niet de deur uit kunnen of willen. Tientallen mensen hebben zich aangeboden om de maaltijden te bezorgen. Ik ben zelf werkzaam in de horeca, door de virus natuurlijk nu niet meer aan het werk. En ik was op zoek naar iets wat ik in mijn vrije tijd kon doen, iets nuttigs. Toen was ik op Facebook aan het kijken en toen kwam ik een bericht tegen of er studenten waren die graag wilden uithelpen tijdens deze tijd. Ik vond het zelf een beetje heftig om te zien hoe mensen reageerden. Als we kijken naar het hamsteren bijvoorbeeld en het feit dat mensen niet zo snel aan de medemens gaan denken, maar meer alleen aan zichzelf. En graag wilde ik iets doen waarmee ik de medemens mee kon helpen. Dus ik ben nu actief vandaag om eten te bezorgen aan mensen die het zelf niet kunnen ophalen. Of mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen, die voor zichzelf niet kunnen koken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om elkaar toch wel te helpen in deze tijd. En niet alleen aan jezelf te gaan denken, maar ook aan je buurman, aan je oma, aan je opa, aan je vrienden, vriendinnen. Het is gewoon belangrijk om voor elkaar klaar te staan. Toch wel gewoon voorzichtig te zijn uiteraard, maar vergeet niet dat er ook andere mensen zijn die misschien je hulp nodig hebben. Ik was gisteren een beetje boos over het feit dat de winkels weer zo ontzettend leeghamsterd waren. En toen heb ik best wel een uitgebreide post gedaan op Facebook voor een oproep om toch in ieder geval allemaal eventjes aan elkaar te denken ook en aan je medemens. En daar kwam een berichtje op van een vriendinnetje en die attendeerde mij op deze site. En dat het mogelijk was om eten thuis te laten bezorgen. En daar was ik heel, heel erg blij mee. Ik was daar zelf eigenlijk helemaal nog niet opgekomen. Maar ik ben zelf op dit moment niet helemaal fit. Dus het is ontzettend fijn dat er... Dat er gewoon iemand aan je deur staat met een tas waar dan ook nog iets heel liefs opgeschreven is, waar hele lekkere maaltijden in zitten. Ik vind het echt een wauw initiatief. En nog een goed initiatief komt van Bert Korthout en zijn vrouw Astrid. Ze werken al 35 jaar in de taxibranche en vervoeren vanaf vorige week coronapatiënten van en naar het ziekenhuis in hun speciaal aangepaste bus. Sinds anderhalve week zijn wij geen taxichauffeur, maar zijn we eigenlijk de coronapatiëntenvervoerders geworden.
Er kwam een vraag vanuit het ziekenhuis van... Hey Bert, wij hebben ook coronapatiënten die bijna genezen zijn en die naar huis moeten. Toen kwam eigenlijk bij ons de vraag, bij mij en Astrid, van kunnen wij onze werknemers wel verplichten om coronapatiënten te gaan vervoeren met alle protocollen erbij. Toen zijn wij naar het Elisabeth ziekenhuis toegegaan en hebben we eigenlijk besloten om samen alle coronapatiënten die taxivervoer nodig hebben te gaan verzorgen. Dat heeft natuurlijk best wel een behoorlijke impact voor ons, want dat betekent dat wij eigenlijk onszelf vanaf vorige week hier waar wij wonen en werken 24 uur hier blijven. En daarnaast hebben wij een bus gepakt uit ons wagenpark die eigenlijk afgeschreven is. Niet dat die niet technisch goed is, maar in ieder geval die gaan we niet meer inzetten voor taxivervoer. En heeft natuurlijk ook zijn reden, want wij willen absoluut niet dat men gaat denken dat Taxi Carthout straks ook taxis heeft waar corona eventueel bacteriën in kunnen zitten. Het gaat dan eigenlijk als volgt. Wij worden gewoon gebeld, ze hebben ons 06-nummer. Dan hebben wij van het ziekenhuis hebben wij allerlei spullen gekregen. Astrid die heeft handschoenen, mondkapje. We hebben alcohol, desinfecterende doekjes gekregen. We hebben bewust gekozen voor dit soort sprinter. Je hebt een schuifdeur, we hebben twee banken uitgehaald. Zodat de afstand tussen de coronacliënt, patiënt en wij ruim 3,5-4 meter is. We krijgen een oproep, wij gaan daar naartoe. Astrid doet de deur open en we zorgen dat we zo min mogelijk in contact komen met de coronapatiënt. Maar dat we wel netjes en veilig weg kunnen brengen. En nou, dat hebben we nu al een achttal keer gekregen. Vandaag zelfs al 4 keer. Dus je ziet dat er echt een behoefte aan bestaat. En is het riskant? Ja, ik denk misschien kun je eerder in de supermarkt het oplopen dan wij. Omdat wij erop voorbereid zijn. Dat we gewoon echt weten van oké, dit is een coronapatiënt. Daar ga je toch iets voorzichtiger mee om. Alle coronapatiënten hebben een warm verhaal. Zijn soms heel erg ziek geweest. Maar zijn er toch weer bovenop gekomen. En er was een mevrouw bij, die was 81, had ook kanker. En die is er gewoon weer van genezen. Dus dan zijn we toch heel blij om dat we dan dit stukje werk mogen en kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat natuurlijk ook die mensen gewoon thuis verder kunnen herstellen. Heeft u tips of wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mail naar redactie@omroeptilburg.nl.